In deze video voeren we een aantal basisbewerkingen uit op een geluidsbestand. Importeer het audiobestand Beat in een nieuw project. Speel het geluidsbestand af. Je hoort twee drumbeats op een tempo van 125 beats per minuut. Op dit tempo duurt 1 beat exact 0,48 seconden. We gaan hiervan een korte beatloop van 10 beats maken. Plaats de cursor aan het begin van de golfvorm en druk een paar keer op de knop inzoomen om een nauwkeurige selectie mogelijk te maken. Plaats de cursor exact aan het begin van de golfvorm op 0,325 seconden. Typ in de selectiebalk de waarde 0,48 onder lengte. Klik op de knop Project inpassen om de volledige golfvorm weer zichtbaar te maken. Merk op dat exact één beat is geselecteerd. Wijzig in de selectiebalk de waarde onder Lengte naar 0,96. Er zijn nu exact twee beats geselecteerd. Klik op de knop Audio trimmen. Alles buiten de selectie wordt verwijderd. Klik op de knop Tijd Verschuiven en sleep de golfvorm naar het begin van het project. Klik op de knop Selecteren. De golfvorm is nog steeds volledig geselecteerd. Klik op de knop Kopiëren en vervolgens op de knop Naar Einde springen om de cursor naar het einde van het project te verplaatsen. Klik op de knop Plakken. Er zijn nu in totaal vier beats aanwezig. Klik op de knop Naar einde springen en vervolgens op Plakken. Herhaal dit nog twee keer tot er in totaal 10 beats aanwezig zijn. De totale lengte van het project is nu gelijk aan 4,8 seconden. Dit is 10 keer 0,48 seconden. Klik op de knop Project inpassen en beluister het project. Selecteer de menuoptie Bestand exporteren en exporteer het project als WAV bestand onder de naam BeatLoop. Sluit het project zonder de wijzigingen te bewaren.